in my dearest memory. I see you're reaching out to me, though you're gone. I still believe that you can call out my name. Oh, jullie zijn er al. Ik ben bezig met de audio goed te zetten. Goedemiddag! Ja, goedemiddag, daar ben ik weer. Jullie enige echte zeep terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. In de vorige aflevering zijn we bij Condepetit geweest, waar ze het heel erg leuk vinden om Rally Ho tegen iedereen te roepen. En in deze aflevering, want wij hebben daar geleerd dat er dus plekmeetjes zijn en dat ze in het bos lopen en dat we dus zeg maar naar het bos toe moeten gaan. Dat was een hele uitleg. Dus, ja, eventjes een muzikale opening en een random encounter, waardoor ik al gelijk waarschijnlijk mag gaan knippen waar ik heel weinig zin in heb. Dus laten we kijken of het een nieuwe vijand is. Ik betwijfel het, dus ik moet toch gaan knippen. Goed, dus wij moeten dus richting een bos. Nou, dat bos hebben we toevallig dus net gezien in het einde van de vorige aflevering. En er zijn... Oh, we zijn weer terug. Hoor eens eventjes, ik ben hartstikke stil. De random encounter was voorbij en nou is hij weer terug. Oké, we zijn dus nu terug. En nu wil ik ook gewoon... dat we dus zeg maar daar komen zonder random encounter. Vraagteken. Mooi, we zijn er. Hehe. Goed. Dus, eindelijk bij de focus van deze aflevering. Oké, we zien er een blikmeertje op. Oké. Ik denk dat we zo diep in het bos leven dat zelfs de uilen hier niet leven. Nou, ik zie daar duidelijk een paar uilen. Maar goed, we willen dus achter die blikmeertje aan. En dan moeten jullie een beetje opletten zeg maar op de vier uilen die we tegenkomen. Maar geen zorgen, er komen hier nieuwe vijanden. Want er is hier één vijand die we zeker willen vinden. Namelijk de Magic Mushroom, maar volgens mij komen we de L eerst tegen. Na deze dag hoeven we niet echt meer een aanval voor te gebruiken. Aangezien dat dit ook zeg maar een White Windgever is. En daar hebben we dus heel erg weinig aan. Wat we willen doen is, we willen hier dus een mushroom vinden. En die willen we wel eigenlijk aanvallen. Dus laten we het vandaag tegen L gebruiken. Echt die MP aanval die is geweldig. Ja, doe maar gewoon iets aanvallen. En wat doe jij nou? Het wordt donker. Psychokinesis! Ouchies! Ik had eigenlijk wel een beetje gehoopt dat ik al wat extra levels zou hebben gehad, maar we zijn niet echt underleveld, maar we zijn ook niet echt overleveld. En hoezo mag je twee keer achter elkaar aanvallen? Zo naar. Oké, nou in ieder geval doe je het inderdaad en dan zijn we hier ook weer mee klaar. Zo, Uiltje gaat slapen, Uiltje gaat een Uiltje knappen en wij gaan dus gewoon weer verder met ons avontuur. Dus ja, deze vijand zullen we nog wel een paar keer tegen gaan komen. Hehe, eindelijke level up. Maar het belangrijkste wat we hier dus nou zeg maar moeten krijgen is dus een van die paddenstoelen. Nou, zien jullie die vier uilen? Op het moment dat jij het goede pad hier kiest, vliegt er één uil weg. Dus wat we moeten doen is, we moeten constant eigenlijk zeg maar hier een pad kiezen van links of rechts. Komen we de paddenstoel tegen? Ja, twee stuks nog wel. Deze zijn heel erg makkelijk op dit, moment. Oh, fijn, een back attack. Dit zijn eigenlijk heel makkelijk om dit op dit moment zeg maar te doen. Het enigste nadeel is, Zeepie die staat nou op de achterste glorie. En daar doet hij dus minder schade. Dus wat ik ga doen is, ik ga de touwen gebruiken om eventjes Fyra te gebruiken. Want paddenstoelen die zijn dus zwak voor Fyra. Jij doet heel eventjes Cura, want we nemen heel erg veel schade. Dus eventjes één Fyra op allebei. En als ik me niet vergis kunnen we dan een Eat aanval doen. En eentje kunnen we alvast even uitschakelen. De security hield ons allemaal weer volledig, als ik me niet vergis. Want we gaan namelijk het beste magische spreuk van Abby je leren. Dus ik hoop dat het niet één hit killt. 1000 schade klopt dan? Nee, oh, ik doe veel te weinig schade. Tauli, je moet het nog een keer doen. Ja, nee, I can't no longer eat a weaker. Terwijl we kunnen hem nog niet vangen. Zelda, jij hebt eigenlijk nou op dit moment weinig te doen. Dus doe nog maar een keer healen. Dat doe ik beter anders ook niet. Je kunt Fyra even kort op hem doen en dan kan hij iets op die achterste doen. Op hem. Dit gaat moeilijker dan ik had verwacht. Aangezien dat, ja, we staan nu in de back row omdat het dus zeg maar een back attack is. Dus alles is gereversed. En dat is nogal vervelend. Oké, nou Fyra op T1 en dan hoeven we niet meer bang te zijn tot we dus zeg maar aangevallen worden door 2. Oké, eentje is neer.
Die hebben we even gestield, just in case. Yep, we hebben hem geleerd. Mighty Guard. Mighty Guard is de sterkste magische aanval die Abby hier kan leren. Deze die zorgt voor Protect, Reflect, Regen, noem maar op deze serie. Voor allerlei soorten goede benefits die we dus zeg maar zouden kunnen gebruiken. Dus vandaar dat ik die zeker wou leren. Dus alle random encounters maken nou op dit moment niet meer uit. Is dit de goede kant? Ja, dit is de goede kant. Dan komen we als het goed is links achteruit. Ja, en dan moeten we hier weer in. Dan vliegt er weer een uiltje weg. En dan zie je dus zeg maar weer de Black Mage verschijnen. En dan rent hij weer weg. En wij komen als het goed is weer erachter vandaan. En moeten dan weer het rechtse pad kiezen. Oké, nou, dat was weer zo'n raar uilbeest. Op dat bordje er staat zeg maar Lost Way die kant, Lost Way die kant. Maar als je dus de laatste uil weg ziet vliegen, dan kom je dus op de goede locatie uit. Dit hoef je maar één keer te doen, dus die plek waar we net kwamen, daar kun je maar één keer komen. Dus zorg ervoor dat je Mighty Guard hebt geleerd. Wauw, een dood bos en in één keer een levend bos. Die Black Mages zijn geweldig. Maar ze zijn nog steeds touwele lookalikes. Stelletje rippels. Boom, 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 boom. Oké, dus maak dan gewoon een portal en waar zijn we nu? Black Mage Village? Vol met touwelig lookalikes? Niks Black Fae Village! Hier! Mensen! Hè? Huh? Wat is mis? Mensen, gaan verleven, dat zijn de mensen! Wacht nou even jongens, wacht eventjes. Allemaal touwels? Ik denk niet dat we in Black Mage Village zijn, maar in Toweltown! Oh, dat ben ik zo blij mee. Oh, deze ga ik gewoon Toweltown noemen. Dit stadje heet Toweltown. Ik kan er niks aan doen. Towel reference naar jouw Minecraft-wereld toen die tijd. Vroeger! Dit is Toweltown. Heb je ze gezien? Ja, daarom noemen we, het Toweltown. Ze spraken. En er zijn anderen als ik. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, serieus, je bent een goede YouTuber. Dus ja, natuurlijk. Er zijn heel veel goede YouTubers, maar jij bent een van de beste. Goed. Waarom zou iedereen een dorp bouwen in het middel van een stervende bos? Ik veel. Waar is de touwler? Hij is die kant opgegaan, maar wacht. Een dorp. Dorpjes hebben altijd goed voedsel. Ik ga het zoeken. God, jullie toch ook. Laat me maar weer alleen. Leven op het rennen. Oké, nou prima. De mensen zijn er, de mensen zijn er. Vlucht van je leven. Och, arme Towler. Towler! Wat gebeurt hier toch? Oké, nou we kunnen dus zelf ook een beetje rondexploren zoals hier bijvoorbeeld. Ondanks dat ze dus doodsbang voor ons zijn, kunnen we dus wel gewoon zeg maar bij hun lekker kunnen winkelen. Ook al zijn ze doodsbang voor ons, we kunnen dus gewoon rustig winkelen. Nou, dat is heel erg handig. Ik weet toevallig dat wij 2 Mage Mashers nodig hebben. En dat we ook een paar Mithril Deckers nodig hebben. Gladius wil ik er eentje voor de zekerheid bijhalen. Nee, Oakstaff hebben we niet extra nodig. Die hebben we niet extra nodig. Wat hebben we er genoeg van? Leader Wrist hebben we genoeg. Die hebben we genoeg. Die hebben we genoeg. Die hebben we genoeg. Eventjes. Oh, Featherheads. Die hadden we in het begin. Maar die zijn we nou allemaal kwijt. Aangezien dat we heel erg veel geforged hebben. Ofwel gesynthesed. Dus daarom willen we er toch wel een beetje meer van hebben. Zodat we nog meer. Want ze komen terug als ingrediënten. Net zoals een bandana, mage hat. Daar hebben we er genoeg van. 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 Eventjes snel er nog een bladeren. Survival vest. Daar wil ik er nog even 3 bij hebben. Goed. Dus ja, ondanks dat ze ons eng vinden, helpen ze ons alsnog door gewoon spullen te verkopen aan ons. Wat heel erg lief is. Oké, we hebben hier verschillende talen. Spiano, spreken ze Hollandio, kennen ze geen Hollandisch spreken? Oké. Is dit degene die hier is gekomen met de groep mensen? Hij is in orde. Kijk gewoon naar zijn ogen. Hij is bewust, net als ons. Ja, bedankt. Wat doen jullie hier allemaal? We zijn ontsnapt van Alexandria en de cargo schepen. Zo ver? Dat klopt. We wouden leven in een wereld waar geen mensen wonen. En om dat te vinden, hebben we de oceaan over moeten steken. Oh, ik begrijp. Dus, wat is dit? Dit is, wat is het woord? Het is een begraafplaats, een kerkhof. Oh, het is een kerkhof. Oh ja, kerkhof. Ja, kerkhof, een kerkhof. Dus, onder de grond? Ja, onder de...
Zo, ik heb in één keer een stitchstem. Oké, prima. Ik ga wel met een stitchstem. Ik ben de wijze van de Black Mages en ik zal wel een stitchstem hebben. Ja, onze vrienden zijn onder de grond begraven. Maar waarom? Dat komt omdat... Ik kwam hier met meneer 36 en we zijn samen ontsnapt. En we hadden zoveel dingen te leren. Het was heel eng in het begin, maar we hebben elkaar geholpen. En dan op één dag is meneer 36 gestopt met bewegen. Hij stopte gewoon. Wou niet meer bewegen of ik niks meer zeggen. Mijn vriend die heel veel weet van dingen, die heeft mij verteld wat dood was. En wij hadden hem moeten begraven. Ah, oh. Dat is best wel zielig. Meneer 36. Oh, wacht, ben jij weer. Meneer 36 is... Sorry voor de raamknip. Dat gebeurde eventjes iets. Ik moest heel even zijn grapje, maar goed. Meneer 36 is begraven onder de grond nu. Maar ik snap niet waarom. Hij komt toch wel weer terug een dag? Ik bedoel, serieus. Wanneer dat? Dan ga ik hem schoonmaken in het vijvertje naast. Waar heeft hij het over? Ja. Was het een ziekte? Had hij pijn? Ja. Vertel me, waarom? Dat komt omdat... Oké, nou, dat zullen we dus niet weten waarom dat komt. Beetje treurig verhaal, dat wel. Maar laten we wel even kijken of deze... Ja, jij wil dus ook een brief, want jij bent Morgraio en jij wil dus een brief naar Moshi. Dus, oké, we hebben 3 brieven. Jeetje, we zitten een beetje vol in onze inventory. Goed, we zien binnen te vinden. Oh, hallo, Erwier. Hoe gaat het met jou? Is hij met jullie? Kun je hem ergens anders naartoe brengen? Hoezo is het een probleem? Zeepie, wil jij ook eten? Chocobo-eieren zijn heel lekker. Begin dit eind nooit aan jou geven! Doe je een beetje rustig aan, oké? Oké, we hebben nog meer. We zijn bezoekers, geen overvallers. Binnendringers. Pardon? Waarom zijn jullie hier? Dit is ons dorpje! Ja! Jullie hebben die kleine gedwongen hier naartoe te komen. Hebben jullie dat niet gedaan? Dat is wat jullie mensen alleen maar over denken. Ons te gebruiken. Je bedoelt het toler? Dat is niet waar. Het is alleen maar dat wij gewoon verbaasd waren om andere Black Mages te kunnen zien dan de toler die konden praten. Dus... En trouwens, ik ben er om de persoon die jullie de hele tijd af te zeggen en om te vechten, om die te stoppen. Spreek je de waarheid? Leugens! Jullie mensen zijn allemaal leugens. Jullie liegen. Maar het is de waarheid. Ik kan hier niet zitten en kijken hoe dat er verschrikkelijke dingen gebeurden. Oké, dus ja, ze zijn nogal een beetje van verward. Logica, ze hebben een grote gezonde verstand, ik is meer bewoter. Maar het is logisch, ik bedoel, ze zijn gevlucht van de productie, denk ik. Van de productie die dus, zeg maar, gemaakt werd in Dali Village. En nou zijn ze dus, zeg maar, logica's. Maar goed, dan komen we dus hier bij Zelda. Oh, Zippy! Hé, hey, we zijn Zelda. Ik was er net even aan vertellen waarom dat we hier zijn. Nou, waarom zijn we hier? Zippy! Hey, sorry, het is maar een grapje. Je hoeft niet zo boos te worden. Kun je het niet prut zien? Ik probeer aan het te laten begrijpen. Wat is een grapje? Is het eng? Nee. Het is iets grappig. Toch, Zelda? Jullie zien er eigenlijk niet zo slecht uit. Jullie zijn hier om de slechterikken te verslaan? Ja. Yep. Je bent ongelooflijk, weet je dat? Waar is Toler? Ik weet niet. Ik weet niet waar hij naartoe is gegaan. Het maakt me ongerust. Ik ga hem zoeken. Hé, hey, Zel. Niet weer. Maar goed, als we dus met deze mensen praten, dan komen we er dus achter dat je hier een synthese-shop hebt. Wat helemaal geweldig is. Nou, we kunnen dus hier de Rune Tooth maken, dat dus een sterkere wapen is voor onze zeep. Dus ik wil zeker eentje maken. Cutting Rope hebben we al. Ja, we hebben hem al, glazen bakkel, die willen we zeker eentje maken. Eentje is genoeg. Of 2, ik weet niet. Laten we eens even kijken wat we nog nodig hebben. Kakusha, die wil ik al eentje maken. Coral Ring, die hebben we toen al eentje gemaakt. Cold Choker, die hebben we toevallig al eentje. Barret, die hebben we toevallig al gelukkig eentje. Dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Powerbelt hebben we een. Een Bone Wrist met een Stardust Rod. Die wil ik wel eentje maken. Oké. Fairy In Rings, die hebben we al een paar keer gezien. Maar daar hebben we dus de Magic Armlet voor nodig. Die we nog niet hebben op dit moment in onze bezit. Een extension, die kunnen we maken, maar we hebben niet genoeg geld. Bummer. Dit probleem heb ik eigenlijk nog niet gehad. De reflectring kunnen we nog niet maken.
Maar ik ga eventjes wat geld, of eventjes wat items verkopen. Om dus eventjes aan genoeg geld te komen. Want we hebben dus nog één ding nodig. Dus de manier eigenlijk, zeg maar, om een beetje, zeg maar, je geld te kunnen komen. Weet jullie nog al die Phoenix Finions die we hebben gehaald? Nou, Phoenix Finion die is dus, zeg maar, heel erg handig om te gebruiken als verkoopmiddel. Je hebt er maar eentje nodig, want het doet precies hetzelfde als een Phoenix Down. Alleen een Phoenix Finion kan je ook summen leren bij een ander karakter. Welk karakter, dat zeg ik nog niet, want dat zullen spoilers zijn. Dus ik zeg alleen maar, je wil er eentje bewaren. Dus ik denk dat ik er eventjes 10 verkoop. Dat geeft ons al gelijk 10.000 chill. En daardoor denk ik wel dat we dus, zeg maar, de andere items kunnen kopen. Nou, om eventjes terug te gaan naar de Synthese Shop. Trouwens, die muziek hier, die vind ik ook geweldig. Ik weet niet waarom, maar het is geweldige muziek. Oké, nou, we hebben weer geld bij ons. Ik bedoel, wij zijn geen slechte Rikken. Ik weet niet wie Rik is, maar we kunnen dus, zeg maar, weer nog een extra Fairy Earring set maken, mochten we dat willen. Soft en Magic Armlet. Maar net werd er gezegd dat we geen Magic Armlet hadden. Of wel? Lekker was daar. Of omdat we te weinig geld hadden dan ofzo. Die hebben we net ingemaakt. Hè? Dan snap ik de logica's niet meer ingespeeld met boter. Ik weet dat we de anklet niet hebben. Dus daarom kunnen we de reflectring niet maken. Maar we kunnen wel de extension maken. Die wil ik zeker eentje hebben eigenlijk. En zal ik nog voor één extra fairy earrings gaan? Hoeveel magic armlets heb ik eigenlijk in mijn inventory? Dat wil ik even weten. Magic armlet. Waar zit die? Oh, weet je waar? Eventjes een range. Oké, waar zijn mijn... even kijken. Magic armlets. Daar hebben we er 2 van. Ja, nou, vooruit. Weet je wat? We maken er nog eentje voor de zekerheid. Want ik denk dat we die later nog nodig gaan hebben. En de fairy earrings die zijn heel erg handig om die ons bij te hebben. En dan namelijk aan iemand te equippen. Vraag ik mij eens af. Ken ik die maar equippen? Want ik wil zelf level up eigenlijk ook leren. Je bent counter ook aan het leren met de ritual, hè? Dus ik vind dat jij de fairy earrings mag equippen. Dan kunnen we level up gebruiken. Dus MP attack die mag uit. En level up mag dan aan. Ja, ik denk dat ik het daarbij laat. Oké, laten we eens even verder kijken wat er hier nog meer te vinden is. Hoi Touwler. Wat is er mis met hem? Nou, maakt niet uit. Laten we eens heel eventjes hier gaan kijken. Hoi. Hey, hoe kan het dat jullie allemaal kunnen praten? Op een dag werden we bewust van alles onder andere omstandigheden. Jullie zijn bewust geworden? Hoe? Herinner jij je nog dat je geboren werd? Nee, niet echt. Het was hetzelfde met mij op één dag. Ik werd gewoon wakker op een dag. En er was een menselijk lichaam die naast me lag. Echt, dat was best wel eng. En zijn lichaam was helemaal onder het bloed. Het maakte me bang. Ik wist niet wat het betekende. Ik heb zo snel mogelijk gelopen als ik kon. Wanneer ik om me heen keek, was ik ver weg van het gevecht. Er waren vele anderen als ik. En we hebben dus besloten om te ontsnappen, saampjes. We hoorden over dit dorpje toen we aan het rondhuppelen waren voor een tijdje. En toen zijn we hier maar komen wonen. Ah, oké. Okay. Ik begrijp het. Oké, dat is heel erg interessant. Ik vraag me af wat het daaronder is. Is het warm of koud? Geloof me, dat wil je niet weten. Je wil genieten van elke minuut van het leven. Echt serieus. Dat moet je eigenlijk niet te druk over maken. Maar goed, we kunnen dus nu naar de Battle Inn toe gaan. En als ik me niet... Oh, wacht even. Er is nog één dingetje waar we nog even naartoe kunnen gaan. Voordat ik het vergeet. Dat is namelijk als we hier deze deur doorgaan, dan zagen we een ladder aan de rechterkant. En deze ladder kunnen we op. Er is niet veel wat we hier kunnen vinden, maar zoals we al zeiden... zoals ik al zei, er is hier een kistje en geld is altijd heel erg handig. En hier vinden we nog eens een keer 843. Waarom dat een random getal is, dat weet ik niet, maar we vinden daar nog eens een keer gratis geld. Dus daarom wil je dat zeker meenemen. Nou, met het toch gedaan te hebben, denk ik dat we alles gedaan hebben. Dus is het nu tijd om naar de inn toe te gaan. Eens even kijken. Als ik me niet vergis, zit hij hier. Hallo. Dit is een hotel, maar ik ben nog niet klaar om jullie in te checken. Je kleine vriend wacht daar. Hé, hey, Touwler. Wat is mis? Huh? Oh, zee. Het is niks. Is er iets slechts gebeurd? Ik bedoel, alle Black Mages die zien er nogal aardig uit. Niks is er gebeurd. Ik heb honger. Oh god. Dit dorpje, mensen. Nogal slecht voedsel. Oh, Touwler, je bent terug. Waar waar je? Je keek nogal. Ja, je bent nogal moe, of niet, Touwler? Ja.
Ik maak hier, ja, ik geef je niks de schuld van. We zijn al de hele dag rondstop. We zijn al non-stop aan het lopen. We moeten echt een keertje rusten. Ik ga naar het bos en kijken of ik voedsel kan vinden. Wat denk jij, Zeepie? Ja, laten we uitrusten. Laten we het even een dag noemen. Ik bedoel, serieus, we zijn al behoorlijk druk bezig geweest, dus ik kan het wel zo'n beetje begrijpen. Het is nacht. Oké. Zeepie, de touwleggen liep net weg. Misschien... Echt, al dat gezeur. Misschien laat hij ons eventjes een beetje romantische stille tijd slaapjes hebben. Ik ben serieus. Serieus, maak je nou toch eens niet zo'n zorgen, mens. Maar... Hij probeert iets over zichzelf uit te vogelen van wie hij is. Denk er nou eens over na. Towler heeft nog nooit Black Mages als zichzelf ontmoet. En dan komt hij in één keer in een dorpje. Maar wat als ze gemeen tegen hem zijn of gemeene dingen tegen hem zeggen? Denk je nou echt dat de mensen hier in deze dorpje samen zijn gaan wonen om dingen zoals dat te gaan doen? Misschien. Misschien, hè? Heeft hij gevonden waar dat hij naar aan het zoeken was. Om wat te vinden? Een plek om huis te noemen. Gewoon lekker thuis. Thuis? Thuis. Je weet wel. Een plek waar je thuis voelt. Waar je fijn voelt. Dat je er zo over praat. Zeepie, wanneer dat je thuis zei... Wat is het probleem? Kun je niet in slaap vallen? Oké, dan weet je wel, ik ga je slaap voor een bedtijd verhaaltje vertellen. Laten we eens even denken. Lang, lang geleden... Daar ga je weer, me lopen plagen. Sst. Lang, lang geleden was er een man. Er was een man die niet wist waar dat hij vandaan kwam. Zeepie? Deze man die verlangde daarna om zijn geboorteplaats eindelijk een keertje te vinden. Al vanaf dat hij een klein kindje was. Zijn geboorteplaats. Een plaats die alleen maar herinnerde in zijn dromen. Waarom? Hij wou meer weten over zichzelf. Misschien over zijn ouders, het huis waar dat hij geboren was. Eén dag geeft een jongen zijn huis van zijn stiefvader. Van zijn stiefvader. En die is toen naar de quest gegaan om het antwoord te zoeken. Zijn enige hint die hij had, was een blauw licht die hij had gezien in zijn dromen. Een blauw licht? Yep. Hij dacht dat het misschien een herinnering was van zijn geboorteplek. Een oceaan misschien? Heeft hij het gevonden? Hey, niet vooruit springen. Serieus, er zijn een heleboel dingen gebeurd op de weg. Oké, we kunnen dat wel skippen. Nee, hij heeft het helaas nooit gevonden. Hoe kon hij? Zijn enigste aanwijzing was een gekleurd licht. Dus hij ging terug naar zijn stiefvader. Naar het huis van zijn stiefvader. En wat denk je wat zijn stiefvader deed toen hij thuis kwam? Welkom heten? Nee, echt niet. Hij sloeg hem in elkaar. Serieus, hij hees zijn vuist en sloeg hem zo hard. Pam, pauw, poef. Waarom? Ik weet niet. Maar weet je wat ik me nog meer eigenlijk... Ja, weet je wat mij nog meer eigenlijk verraste? De vader lachte nadat hij zijn zoon had geslagen. Serieus, kun je dat geloven? Ik bedoel, hij heeft net zijn zoon geslagen. Maar dit was wat de man dacht dat hij... Ja... Dit is wat de jongen dacht op het moment dat hij zijn vader zag lachen. Dit is mijn huis. Dit is mijn plek. Die ik thuis kan noemen. De jongen die is nog steeds aan het zoeken naar zijn geboorteplek. Maar hij heeft al een thuis. Misschien. Het is hetzelfde voor de touwler. Hij is een plek aan het zoeken om thuis te kunnen noemen. Ik vraag me af of de touwler wil blijven in dit dorpje. Ja, wie weet. Dat is de keuze die hij moet maken. Hallo, het is goed om je nog een keer te zien. Ik wou je iets vragen. Wat is er? Ik wou vragen hoeveel mensen zijn er al gestopt met bewegen. Het is heel aardig dat je het vertaalt in onze woorden. Dat is heel lief. Maar je weet al wat het betekent om te leven en om te sterven. Je vraagt naar de vrienden die gestorven zijn, niet gestopt.
7 van onze vrienden zijn op het moment gestopt met functioneren. Ik denk dat onze levenslijn gelimiteerd is. Ik vermoed dit eigenlijk sinds dat de eerste is gestopt met bewegen. Het varieert een klein beetje, maar de meeste die stoppen na een jaar na de productie. Nee. Ik heb niemand verteld over dit. Ik bedoel, als ik hun vertel, dan zal ze hetzelfde voelen als hoe ik me voel. Hoe voel je je dan? Ik weet niet. Angst? Ik wil niet stoppen met bewegen. En misschien wil ik wel wegrennen van alles. Maar leven in dit dorpje geeft me zoveel blijheid. De blijheid om met mensen samen te leven ver van de gevaarlijke dingen. Ver van het angst van dood zijn. Ik bedoel, is dat niet hetzelfde voor jou? Reizen met je vrienden, dat geeft jouw leven toch een doel? Is heavy stuff, man! Jeez! Is nogal heavy! Echt waar? Ja, ik denk dat dat is waar je naar aan het lokken bent. Oh, dankjewel! Wat is er, Zelda? Zeepy, iemand heeft er zelf wat draak gezien in het noordwesten gebied van dit continent. De mensen van Kondepiti zeiden dat daar een plek was genaamd de Sanctuary, waar je niet zomaar mag komen. Ik denk dat deze kutje iets zei over een geheime plek daar midden in het continent. Je hebt hem dat horen zeggen? Ja, iets over de plek, over de source. Damn. De source, kom op. Je bent zo goed in Engels. Je kunt dit. Source. Kindertjes die zitten nou te kijken. Wat betekent source in het Engels? Oh. De source. De water source. De grote plek waar alles vandaan komt. Ik kan niet op mijn woord komen. Sorry jongens. Het is live audio commentaar dat ik moet vertellen. Goed. Ja, waar dat zeg maar de mist vandaan komt. Misschien kunnen we er meer vandaan komen. En misschien dan kan ik mijn moeder redden. Juist. Oh, waar is de touwler? Als de touwler zegt dat hij achterblijft. Hey, wacht op mij. Touwler? Iedereen in deze village heeft me gevraagd hoe dat de buitenwereld eruit ziet. En ik mag ze erover vertellen. Ik snap. Oh, verdorie. Ik dacht dat Zelda en ik misschien eindelijk een beetje samen quality time lekker samen konden hebben. Wat zeiden jullie? Jullie kunnen me niet achterlaten, dan verhonger ik. Oh, ja. Ik was jou totaal vergeten. Laten we gaan, iedereen! Oké, naar Condepetit en dan gaan we daar naar de Sanctuary wat daarachter ligt. Desnoods sla ik mijn eigen er doorheen, hè. Maar goed, we hebben dus zeg maar een paar equipment die we kunnen doen. Maar dat bewaar ik mooi voor de volgende aflevering. Dus heb je nog vragen over deze aflevering en het leukste momentje wat je wil melden? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook tijd voor hebt. Morgen gaan we natuurlijk verder, dus ik hoop jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!